Allereerst super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel leuk, vrolijk bloemstukje maken. Iets wat niet heel moeilijk is, wel heel leuk en je kan er alle kanten mee op. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, of je dat nog hebt gedaan met een pakket van mij, of dat je zelf gewoon aan de slag bent gegaan thuis, deel het op Facebook of Instagram, tag mij, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs, een cadeaubon te waarde van 15 euro. Daarnaast doe ik ook in elke video nog een leuke winactie sinds kort. Heb je aan de vorige winactie meegedaan, dan komt misschien jouw naam hier wel in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen. Superleuk natuurlijk. En wil jij ook kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro vrij te besteden in onze webshop? Laat dan hieronder een leuke reactie achter wat jij van deze video vindt, wat je graag zou willen zien. En deel je het op Facebook of Instagram, dan doe je twee keer mee, dus dan maak je dubbel kans. Superleuk natuurlijk, maar we gaan nu gauw beginnen. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Daarnaast zijn de vlinders ook los verkrijgbaar, want we gaan hiermee aan de slag. Een van de meest aangevraagde video's. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Ik ga hem zo opmaken dat je hem kan neerzetten, maar ik zou ook even vertellen hoe je hem kan maken, zoals je hem op kan hangen. Want het is natuurlijk ook super leuk voor aan de muur. Daarnaast is het een heel lang houdbaar stuk, iets wat, wat lang goed blijft. En dat willen we natuurlijk vooral in deze zomerse tijd. Wat we gaan doen is, we gaan een oase rondje op de vlinder maken en die gaan we heel compact opsteken. Wil je hem nou ophangen, dan doe dan eventjes een extra tapeje eromheen, een watervast tapeje. Dan kan je hem eventueel ook aan de muur hangen, is ook super leuk. Ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst maken we het rondje even iets kleiner, omdat ik hem net aan de grote kant vind. Dus ik schilder als het ware een heel klein stukje af. En daarnaast doe ik hem één keer doormidden. Ik zet ook gelijk erin voor de volgende. Nou, je kan er ook even een prikker onder doen, maar ik vind het niet zo nodig, want het beschadigt nu ook helemaal niets. Maar je kan eventjes een prikje met kling eronder doen. En we gaan hem helemaal volsteken met allerlei kleuren gipskruid. Dus dit steken we heel compact in. Je kan het eventueel ook op draad zetten of er zo heel compact in steken. Zodat we een leuk bolletje krijgen in het midden. En dit doen we dus gemengd in verschillende kleuren. En dat geeft straks een heel vrolijk en gekleurd effect, waardoor we echt een gekleurde vlinder krijgen.
gevuld met gipskuit. Dan ziet het er zo uit. Super lief. Echt heel leuk. Maar wat ook leuk is om nog een paar trosroosjes aan toe te voegen. Ik denk dat beide wel mooi indrogen. Dus sowieso lang houdbaar. Alleen het gipskuit is natuurlijk ook super leuk. Maar ik vind het wel leuk om er net eventjes een bloemetje aan toe te voegen. En dan maak je hem heel lief. En wat ik dan eigenlijk nog leuker vind, is om er dan twee naast elkaar neer te zetten. Dus door te combineren met twee. En dan kan je het heel leuk zo op tafel zetten. Eventueel nog verbinden met berengras, mocht je dat leuk vinden. Maar ook gewoon zo is het heel erg leuk. Of heel leuk om bijvoorbeeld aan de muur te hangen, zoals ik al in het begin zei. Dan moet je wel eerst de oase even vaststepen met een watervast tapeje. Zo maak je hele lieve kleurrijke vlinders. En die doe ik dan ook met de tweede, zodat je leuk bij elkaar kan zetten. Zoals je kan zien heb je zo hele lieve vlinders bij elkaar. Leuk om neer te zetten, op te hangen. Je kan er alle kanten mee op. Je kan het overal neerzetten. Je kan het buiten neerzetten. Het zal allemaal indrogen. Dus echt heel erg tof. Kijk hoe lieflijk. En ja, heel veel fijntjes natuurlijk. Wil je dit pakket bestellen of wil je de vlinders bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of een deel van het pakket. Je kan ook losse bloemen bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Wil je nu kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro? Deel dan deze video op Facebook of Instagram. Of laat een leuke reactie achter. Doe je dat allebei, dan doe je twee keer mee. Heb je daarnaast nog iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Mij taggen, dan doe je ook elke maand sowieso automatisch al mee met de winactie. Dus allemaal winactie, superleuk. En er komen zoveel meer aan. Dus ja, helemaal zin om met jullie allemaal mooie bloemstukken te maken. Hè? Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis en blijf toch voor alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je bij de volgende keer weer. Doei!